competitie is nog maar een paar weken ver als kampioen Racing Genk zijn trainer verliest. Frank Verkouteren valt voor de lokroep van het steenrijke Al Jazeera. Oké, dat was het. Bedankt en tot de volgende keer. Genk haalt onder gouden ouwe Pierre Denier alsnog de Champions League. Vanaf dan is het aan Rotterdammer Mario Been om de ambities van de club waar te maken. Ja, daar gaan we ons stinkende best voor doen. Been laat de ploeg frivoler voetballen tot een reeks blessures Racing regelmaat kost en vooral punten. Genk haalt voorlopig nipt de top 6. De andere titelkandidaten staan zo ongeveer waar ze willen staan. Zelfs Club Brugge, ondanks een stormachtige herfst. Een nieuwe club wordt in de zomer nog geloofd en geprezen. Verfrissend de visie en omkadering, veroverend het voetbal. Maar Adrie Koster slaagt er niet in het avontuurlijke spel te koppelen aan defensieve stabiliteit. Club Brugge geeft de tweede weg en weer in de slotfase. De spectaculaire 4-5 nederlaag tegen Genk kost Koster zijn kop. Zijn vervanger is Christophe Daum, oer-Duits en conservatief. Hij gooit het roer radicaal om. 1-0 wordt vanaf dan de Daum-score. Du darfst nie offensief met offen verwechseln. Brugge kruipt weer naar boven tot in het kielzog van de rivaal uit Brussel, maar crasht wel pijnlijk in Leuven. Anderlecht laat Lukaku naar Chelsea vertrekken. Maar van treurnis is geen sprake. Paars-wit beleeft de volledige ontbolstering van Matias Suárez, auteur van dolle dribbles en klasse goals. Suárez, de bevlieging, de goal! En er is een snelle integratie van Milan Jovanovic en Dieu merci en Mbokani. Tegen ex-ploeg Standard wordt het 5-0. Jovanovic, mooi tussendoor. Mbokani, ja! Daarnaast is er een verbluffend maximum in Europa. De kostprijs, verliespunten in de eigen competitie, soms ook na een echt belabberde wedstrijd. Als men wedstrijd per wedstrijd doet, dan doet men aan scorebordjournalistiek en dat is mij niet weggelegd. Standaar lijkt de wissel van de macht op en naast het veld goed te verteren. Weg zijn de Donofrio, Switzel en de Four. Trainer José Riga krijgt van voorzitter Duchatelet de tijd om te bouwen. En eens de pandoering in Anderlecht te boven richt de ploeg zich op. Verfrist en verjongd en met Jelle van Damme en Mémé Tchité als voortrekkers. Sclessin wordt weer een onineembare vesting en ook Standaar verbaast in de Europa League. Dat A-Gent mee bovenin draait is geen verrassing. Met Tronsoliet weer aan het roer zijn de spelpatronen duidelijk. De Buffalo's charmeren, want ze denken vooruit en maken veel en mooie goals. In de toppers betaalt Gent nog leergeld. Maar toch lijkt het erop dat het deze keer echt een volwaardige titelkandidaat is. Wij zijn niet slechter dan de andere topploegen. De verrassing in de top 6 is KV Kortrijk, gestuurd door tactisch meester Hein van Hazenbroek. Uit gaat het nog wel wat moeizaam, maar KVK kanteert op een geweldige thuisreputatie. Bob Peters kampeert met Cercle lange tijd in de top 3. En zelfs na een logische terugval is de vereniging kandidaat voor play-off 1 en blijft werken voor en onder Bob. Een plezier. Hey, daar heb ik helemaal leven van gedroomd, om van professionele voetbaltrainer te worden.